Daar staat de telefoon te kijken met een bril. Die... Ik heet u van harte welkom. U als vrienden van het Stedelijk Museum Almelo. Als leden van de Club van 100. En soms bij bevordering als leden van de Club van 500. Ik zal later uitleggen wat dat weer is. En natuurlijk alle vrijwilligers die hier zijn en die het mogelijk maken dat wij hier überhaupt een museum hebben in deze mooie stad. Een nieuwe tentoonstelling, een vernissage. Hadden we eerst Barbies, nu sneakers. Wat heeft dat nou met Almelo te maken? De historische kring Stad en Ambt Almelo wordt er nerveus van. Ik zal het u uitleggen. Het sleutelwoord is natuurlijk textiel. Heeft u wel eens in uw leven naakte Barbies gezien? En gaat u zelfs nog blootsvoets? Nee. Dus dat is het. Maar dat gaat vandaag een expert uitleggen. Dat is Tim Beumers, die naast mij zit. Met deze inleidende woorden, want u kent hem natuurlijk allemaal van de omgeving hier en van internet en Wikipedia en weet ik allemaal, geef ik hem graag het woord. Goedemiddag, mijn naam is Tim Beumers, ik ben verslaafd aan sportschoenen kopen. Ik ben senior strategisch communicatieadviseur bij de provincie Overijssel, waar ik beleid schrijf voor de commissaris van de Koning en zo. In deze kleding, fantastisch, kan ik gewoon doen. Ik ben wel de enige in het pand die er zo bij loopt, dat kan ik je wel vertellen. Het heeft 10 jaar lang geduurd voordat ze me accepteerden, maar het is gelukt. Zo had je bijvoorbeeld één pack van Nike, daar waren 144 paar van uitgebracht wereldwijd van alle maten. Dus dat betekent dat er 2 paar waren in mijn maat. In de hele wereld, daar had ik 1 paar van. Daar heb ik toen wel even, weet ik, €600 voor moeten betalen, terwijl ze eigenlijk 150 waren. En toen ik wou beginnen met schoenen verkopen, toen had ik echt een stapel van mijn favoriete schoenen. En toen dacht ik, ja, weet je wat, ik weet niet hoe ik wat moet verkopen. Ik verkoop gewoon eerst die 6. Degene die ik het allertos vind, die heb ik in 1 week allemaal eruit gedaan. En dan dacht ik van, oké, nou is cool. Toen heb ik geloof ik 130 paar verkocht in een maand of zo. En toen heb ik vanaf die sindsdien ben ik gewoon... Ik moet er wel 5 keer op kunnen lopen voordat ze lelijk zijn. En eigenlijk voor vandaag heb ik bijvoorbeeld, ik heb deze toevallig gisteren binnengekregen, maar deze hebben een leren bovenkant en ik heb nou warme voeten. Dus eigenlijk zou ik met dit weer meer mesh zoals Yeezy-achtige materialen willen hebben, want dan krijg je geen zweetvoeten. Dat eigenlijk. Dus textiel, jee, Almelo, lekker bezig. Ik hoop dat jullie het allemaal ongelooflijk naar je zin hebben vandaag. Ik hoop ook dat ik velen van jullie, of dat wij velen van jullie, met andere ogen naar de simpele sportschoen kunnen laten kijken. En ik denk dat wij er als team Stedelijk Museum Almelo in zijn geslaagd een hele leuke, mooie tentoonstelling neer te zetten. Wat is er volgens u zo bijzonder aan deze tentoonstelling? Nou, we hebben heel veel bijzondere exemplaren, allemaal van verzamelaars. En ja, je weet, verzamelaars willen altijd de unieke stukken hebben. Dus er staan heel veel unieke stukken. We hebben ook uit het Puma-archief in Duitsland. Zelfs schoenen op een hak. Sneakers op een hak. En ook bijvoorbeeld van een ontwerper uit Engeland. En die heeft juist voor schoenen ontworpen. Die heeft sneakers ontworpen. En die heeft ze verwerkt tot een laars en zelfs in een lijfje. Maar... We hebben verschillende thema's hoor. We hebben dus de verzamelaars, we hebben over duurzaamheid en we hebben over innovatie en allemaal hele unieke stukken. Wat zijn de topstukken van de expositie? Nike Air Max. We hebben een paar gemaakt van Louis Vuitton schoenen, tassen. We hebben dus van die ontwerpen inderdaad in vorm van een lijfje heeft hij die sneakers verwerkt. Nou ja, eigenlijk te veel om op te noemen. En van een verzamelaar. En die hebben dus allemaal limited editions. Ja, dat is een hele rij natuurlijk. Van de superstar, je bedenkt van Adidas, tot de Jordans, je noemt het maar op. Tot hoe lang loopt de expositie? Tot 16 januari loopt de expositie.